Het hele seizoen geen punt, play-offs en dan gelijk winnen. Ja, dat is echt natuurlijk een droom als coach en ook voor de club die uitkomt. Ik bedoel, SVA die wil gewoon handhaving bewerkstelligen. En we hebben vanavond denk ik een hele goede stap gezet door van Borculo te winnen. Competitie hier thuis gelijk gespeeld tegen Borculo. Uit best wel redelijk verloren. Dus ik denk dat dit echt een enorme opsteker is voor ons als team. En waarbij ik enorm trots ben hoe we gepresteerd hebben vandaag. Ja, jullie hebben eigenlijk lang op moeten wachten op deze oplossing. Want ja, er was bij de Zwembond nog wat twijfel over hoe gaan we dat nou oplossen met die 13e plaats in de Eredivisie. Ja, dan lossen ze het zo op. Ongeacht het resultaat lijkt het mij een mooie oplossing. Nou ja, kijk, inderdaad, ik moet eerlijk zeggen, ik ging er gewoon vanuit dat het gewoon play-outs werd. Het is al 15 jaar, ruim 15 jaar, dit concept. En het zou heel raar zijn om dat ineens te wijzigen. En SVA heeft ook gewoon vorig jaar bewezen dat ze enorm goed kunnen presteren onder druk. Nou, vandaag ook. Ik bedoel, Milan als keeper natuurlijk fantastisch gekiept. Maar nogmaals, ook andere jongens, gewoon complimenten vandaag hoe we gepresteerd hebben. En ik denk dat we als team ook gewoon heel duidelijk dat naast ons neergelegd hebben van wel of geen play-outs. Wij gingen er gewoon vanuit dat het play-outs werd. En nou ja, bij deze, we gaan gewoon vandaag met winst 3 punten naar huis. En morgen gaan we keihard knokken om te bewerkstelligen dat we gelijk veilig zijn. Het zag er lang ook naar uit dat jullie de winst zouden pakken. Dan is dat toch, ik zag het ook een klein beetje langs de kant, dat dan opeens in 1 minuut 20, dan is een voorsprong van 2 doelpunten als sneeuw voor de zon verdwenen. En dan lijkt iedereen elkaar even aan te kijken van, wat gebeurt hier nou? Ja, dat klopt. Ik bedoel, wij hebben natuurlijk als team dit seizoen niet vaak in zo'n luxe positie verkeerd, laat ik het zo maar zeggen. 7-4 voor tegen Borculo. En dan zie je inderdaad misschien wel iets van ongeloof van, ja, kunnen wij dit? Ja, wij kunnen dit. En inderdaad, om dan het vasthouden, maar ook het geduld te hebben in de aanval. Gewoon goede aanvallen te blijven spelen. Maar ook verdedigend, consequent te blijven verdedigen. En dat is denk ik wel een ding, dat gaat al stukken beter, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is wel voor ons als team een triggerpunt. En vandaag ook, als je ziet hoe we vandaag dan toch die derde en ook die vierde periode blijven knokken. Ook blijven we knokken nadat we 1 doelpuntje achterstaan. En uiteindelijk toch 14-13 uit de strijd slepen. Ja, nogmaals fantastisch. Ja, dan kun je ook wel misschien een compliment geven aan je team. Want de mentale veerkracht was aanwezig. Jullie kwamen in het begin 1-3 achter, maken er 7-4 van. En uiteindelijk sleep je hem in een prachtige apotheose toch nog over de streep. Nee, zonder meer. Ik bedoel, en de laatste 4-5 weken hebben we echt gewoon als team echt heel erg naar deze wedstrijden toegewerkt. En we hebben ook gewoon naast het waterpolo ook andere dingen gedaan om toch gewoon meer die teamspirit naar boven te halen. En dan zie je toch dat binnen zo'n team bepaalde krachten gaan leven die vandaag gewoon goed onze kant opvallen. Laten we het gewoon zo zeggen. En ja, dan die slotfase. Jullie krijgen een strafbal. Coach tegenstander bemoeit zich ermee. Publiek gaat zich er dan achter zetten. Dat, ja, zo horen play-offs toch? Nee, absoluut. Dat hoort een beetje bij zo'n wedstrijd. En waterpolo is zeker een emotionele sport. In het water gebeurt er natuurlijk best wel veel. Scheidsrechters, met alle respect, kunnen ook niet altijd alles zien. En zeker voor de coach van de tegenpartij en ikzelf was natuurlijk ook best wel af en toe aanwezig. Ja, je probeert toch zo goed mogelijk voor je team er te staan. En dat hoort er gewoon bij. En nu dan 1 nachtje slapen en dan morgen op naar Borculo. Ja, absoluut. Ja. Het wordt echt goed uitrusten. Ik denk iedereen nu lekker nog even goed eten, goed uitrusten. Morgen rust pakken en we gaan vol goede moed morgen naar Borculo. Dus jij rijdt hier in Rotterdam straks rondjes in de auto om te kijken of iedereen op tijd in bed ligt? Ja, nee, ga ik zeker doen. Absoluut.